Moeten er wat meer vrouwen op topfuncties? Ja. Ja, dat vind ik wel een goed gegeven, ja. Moeten er meer vrouwen aan de top? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik ook wel, ja. 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 Ja hoor, hartstikke leuk, gezellig. Ja, tuurlijk, waarom niet? Ja. Ja? Sowieso, sowieso. Ja. Ja. Dus tijd daarvoor? Was al lang tijd, toch? Ja, daar is het wel tijd voor. Tijd voor een andere kijk. Voor een frisse blik. Waarom? Nou, dan heb je toch een beetje een gelijke balans in gewoon een wat andere mindset. Dan alleen maar waar de mannen vaak de cultuur, macho cultuur soms wel genoemd. En meerdere dingen. Maar... Ja, dus daar is je tijd voor? Ja, ik vind het wel, ja. Ja. En moeten er minder, wat u betreft, minder mannen aan de top? Dat hoeft ook weer niet, maar ja, gewoon wel meer vrouwen vind ik wel die aan de top mogen, ja. Dus moeten er wat minder mannen op topfuncties? Nee, niet. Blijft gewoon hetzelfde. Nee, laat ze maar gewoon kijken wie het beste is voor het, toch? Of niet? Ja, laat ze maar kijken wie het beste kan. Dan hoeft er niet ene minder of de ander meer. The best man on the best job, zeg ik altijd. Wel fijn is dat er wat meer vrouwen zijn. Ja, hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja. En niet per se minder mannen? Nee. Mag wel wat meer vrouwen? Ja. Maar niet per se mannen minder? Nee. Maar niet per se minder mannen? Nee, hoeft niet. Nee. Maar in ieder geval wel meer vrouwen op topfuncties? Vrouwen zijn overal welkom bij mij. Het is volgens nog, is dat er niet? Hoe komt dat? Nee, niet. Nee. Dat is de $1 million question. Ja. Misschien ligt het ook al een beetje aan de vrouwen zelf, weet ik niet. Ja. Dus tijd voor meer vrouwen op topfuncties. Ja. Tijd voor meer vrouwen op topfuncties. Ja. Dank u wel. Geen dank. Fijne dag. Vond je dit nou een leuke video om te kijken terwijl je eigenlijk iets anders zou moeten doen? Abonneer je dan op dit kanaal. Kun je nog veel meer leuke video's kijken. En dan maar aan het werk, hè? Doerak.